allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een nieuwe bullet journal video voor jullie. Vorige maand heb ik er geen geüpload. Het kwam eigenlijk omdat ik er een heel klein beetje uit lag. Ik had gewoon niet zoveel tijd en zin om aan mijn bullet journal te werken. Dus daarom heb ik vorige maand geen Plan With Me video geüpload. Maar deze maand ga ik dat wel weer doen. We zitten alweer bijna in de maand april. Hoe snel gaat dit jaar gewoon nu al? Echt, ik snap er gewoon helemaal niks van. Maar ik ben wel echt heel erg blij. Want april betekent dat het lente is. Dat het hopelijk heel snel mooi weer gaat worden. Ik ben echt zo toe aan zon en warmte en lekker weer. Maar goed, vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn bullet journal van de maand april heb gemaakt. Ik heb wat kleine dingetjes veranderd. Wat ik zelf super leuk vind. Ben je nou benieuwd hoe ik de bullet journal van deze maand heb gemaakt? Kijk dan zeker verder. En ben je nog niet op mij geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Dat kan hier beneden door op de rode abonneerknop te drukken. Als je daarnaast op het belletje klikt, dan mis je nooit een video van mij. Zou ik super leuk vinden. En ja, laten we dan nu snel gaan beginnen met de video. Zoals ik al zei, heb ik mijn bullet journal deze maand een keertje net eventjes anders gedaan. Ik moet zeggen dat dit een beetje is gekomen door de bullet journal video's van Diana. Ik heb daar heel veel inspiratie uit gehaald. En ik vond het zo super leuk hoe zij haar bullet journal inrichtte. Dat ik dacht, ik wil het ook een keertje op die manier proberen. Op mijn beginpagina heb ik gewoon wat plaatjes van Pinterest gehaald die ik een beetje lenteachtig vond. En zoals je ziet ben ik hier gewoon een beetje aan het spelen met allemaal stukken craftpapier en washi tapejes. En zo ja, ga ik eigenlijk gewoon een beetje spelen op mijn pagina totdat ik denk van oh ja, dit vind ik super leuk. Alle plaatjes die ik gebruik die komen trouwens van Pinterest. Pinterest is echt mijn favoriete app slash website. Ik kan echt uren op Pinterest zitten voor inspiratie voor mijn bullet journal, maar ook voor andere inspiratie dingetjes. Ik vind het gewoon echt super leuk. En ik haal er ook altijd heel veel leuke plaatjes vandaan. Wil je me nou volgen op Pinterest? Dat kan. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Aan de linkerkant teken ik hier weer een maandoverzichtje. Ik vind dat persoonlijk gewoon heel erg handig. Want dan kan ik in één oogopslag zien welke datum op welke dag valt. Ik vind dat gewoon echt heel erg handig. De sticker die ik hier opplak, die komt van de Action. En dat is een rub-on sticker. Dat is echt super leuk. Kan je zeg maar gewoon een soort van net als een plaktattoo erop wrijven. Dat is echt heel erg leuk. Dus kan je zeker even voor kijken bij de Action. Ik heb besloten om op de linkerpagina onderin important dates neer te zetten. Zodat ik daar gewoon de belangrijkste datums van de maand op kan schrijven. En rechts onderin besloot ik om een leuke quote neer te zetten. En die quote is geworden All the flowers of all the tomorrows are in the seeds of today. Ik vond dat wel een mooie quote en ook wel bijpassend bij het lentethema. Hier plak ik weer zo'nzelfde sticker op van de Action. Ik vond deze toevallig wel bij deze pagina passen. En ja, ze ook een beetje gelijk opvuller voor de pagina natuurlijk. Al mijn washi tape komt trouwens ook echt. Het meeste wat ik gebruik komt allemaal van de Action. Ik vind de Action gewoon heel chill. En ze hebben daar gewoon heel veel leuke spulletjes om je bullet journal mee te maken. Rechtsbovenin besloot ik om een notes vakje te maken. Zodat ik daar gewoon belangrijke notities kan opschrijven voor de maand. Verder heb ik de pagina nog proberen op te vullen met wat kleine doodles van bloemetjes. Ik ben niet zo heel goed in tekenen. Maar ik vond het wel leuk om zelf nog wat kleine dingetjes erbij te tekenen. Om toch nog een beetje de pagina wat extra opvulling te geven. En ja, bloemetjes zijn natuurlijk helemaal in het lentethema. Dus dat leek me wel een goede om te tekenen. Toen heb ik besloten om gelijk door te gaan naar mijn weekly spreads. Omdat ik gewoon merk dat ik al die andere poespas in bullet journals gewoon eigenlijk niet gebruik. En dan vind ik het toch een beetje zonde van mijn tijd als ik dat elke keer weer ga maken. Terwijl ik er de hele maand niet naar omkijk. Want eigenlijk het enige wat ik echt doe in mijn bullet journal is ja, een agenda bijhouden. Eigenlijk net als een gewone agenda. Maar dan mijn eigen agenda. Dus ik heb gewoon besloten om gelijk over te gaan naar de weekly spreads. Omdat ik dat gewoon eigenlijk het meest gebruik. Ik heb hier weer gekozen voor een beetje een lentethema. Ik heb
eigenlijk gewoon heel erg gespeeld met weer de washi tape en plaatjes. En ja, nou ja. Dit is ook echt iets wat ik echt grotendeels van Tumblr heb gehaald. Dit is ook echt iets wat ik echt grotendeels van Pinterest heb gehaald. Ik vind daar zoveel inspiratie op. En ik vind het zo leuk om al die bullet journals daarop te bekijken. En daar haal ik zeker weten echt heel veel inspiratie uit. Ik moet zeggen, ik heb nu al deze foto's uitgeprint bij de HEMA. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo fijn werken. Want het is ten eerste mega duur. En ten tweede, je merkt gewoon dat van die harde foto's, dat je pagina daar gewoon niet zo fijn meer door omslaat. Dus ja, volgende keer wil ik eigenlijk liever gewoon plaatjes uitprinten. Alleen onze printer is stuk, dus dat is een beetje ingewikkeld. Ik speel ook weer een beetje met craftpapier. Ik weet niet precies hoe je dat, of het zo heet, maar goed. Dit komt ook allemaal van de Action. Super chill. En ja, ik vind het een hele leuke sfeer geven aan je pagina. Ik weet niet, het geeft gewoon een leuke sfeer, vind ik. Ik weet niet, het vult het ook lekker op. En ja, en dan schrijf ik natuurlijk de rest van de dagen daarop voor mijn agenda. Zaterdag en zondag doe ik niet los van elkaar, omdat meestal is mijn zaterdag sowieso altijd vooropleiding. Dus ik maak er altijd gewoon weekend van. Want meestal zijn er niet heel veel afspraken gepland in het weekend, omdat ik eigenlijk op zaterdag de hele dag vooropleiding heb en op zondag dans ik. Dus er staan meestal niet zo heel veel afspraken gepland voor mij in het weekend. En over de dagen van de week ben ik nog met een gouden stift of pen overheen gegaan om het gewoon een beetje wat meer kleur te geven. En ik heb weer wat bloemetjes getekend op de pagina. Ik vind het gewoon heel erg leuk bij april passen, bij de lente. En ja, het is een van de weinige dingen wat ik nog een soort van kan tekenen. Dus daar maakte ik natuurlijk gewoon lekker gebruik van. Nou, dan begon ik hier met de tweede week van deze maand. Want dit ging ik net weer eventjes een beetje anders indelen. Sorry dat ik de eerste pagina niet gefilmd heb. Ik was vergeten mijn camera aan te zetten. En toen had ik hem al gemaakt. Ik heb hier gebruik gemaakt van weer een ander soort print van bloemen. En ja, dit vind ik wel heel erg leuk om zo elke pagina een beetje een andere sfeer te geven. In plaats van dat alles hetzelfde is. Tuurlijk zie je ze wel steeds dezelfde washi tapejes terugkomen. En dezelfde craftpapier. Dus het komt zeker allemaal wel terug. Maar ik vind het toch leuk om er dan net even een andere draai aan te geven. En ja, ik raad dit echt aan om te doen in je bullet journal. Super leuk om te maken. En ja, ik weet niet, je kan gewoon lekker creatief bezig zijn. Dus ik denk dat dit wel mijn favoriete bullet journal maand tot nu toe is. Omdat ik gewoon echt, ik vond het super leuk om te maken. En ik kon echt mijn creativiteit erin op loslaten, zeg maar. En ja, als laatste heb ik hier nog wat leuke stickertjes toegevoegd die ik nog had. Super leuk. Dus ja, dit is dan de bullet journal geworden. Zoals ik al zei, ik ben er echt super blij mee. Ik vond het super leuk om het op deze manier te maken. En ik denk dat ik dit zeker op deze manier ook blijf doen. Ja, ik weet niet. Mijn creativiteit komt er gewoon beter in uit. En ja, ik hoop natuurlijk dat jullie het ook leuk vonden. En er misschien wat inspiratie uit hebben kunnen halen. Ik raad sowieso iedereen aan om lekker aan een bullet journal te beginnen. Het is super leuk om te doen. En heel erg ontspannend. Dus ja, en dan was dit de video alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!